plotseling liep ik een trappetje op, ging mijn hart echt keihard tekeer. Maar echt niet een beetje, maar echt keihard. En ik dacht echt, dit is mijn laatste ademhaal. Het is een bewogen periode geweest voor de 27-jarige Amsterdamse Jamie Crawford. Vorig jaar zakte ze in elkaar tijdens een vakantie. Hallo schatje, kom binnen. Hallo. Toen terug naar Nederland, toen werd het eigenlijk van kwaad tot erger. Toen kon ik niet meer werken op een gegeven moment. Toen ben ik teruggegaan naar Den Haag, naar mijn ouders die voor me moesten zorgen. 7 keer een ambulance is meegevoerd, hartbewaking, ziekenhuis in, uit, in, uit. Ja, geen arts wist zich eigenlijk raad. En vanaf dag 1 wist ik, op dat Franse strand, het zijn mijn borstprotheses. En Jamie had gelijk. Wat blijkt, siliconen borstimplantaten gaan zweten. Dit zorgt ervoor dat giftige stoffen in het lichaam terechtkomen. En dat kan weer leiden tot een hele waslijst aan gezondheidsklachten. Maar veel vrouwen weten hier niks van af. Ook ontdekten ze dat haar type implantaten inmiddels van de markt zijn gehaald, omdat deze lymfklierkanker kunnen veroorzaken. Kijk, dit waren mijn tikkende tijdbommen. Bijna 11 maanden geleden eruit laten halen, ja. En toen jij ze liet plaatsen, heb jij toen onderzoek gedaan naar wat het voor een effecten kan hebben? Nou, ik ben naar een goede plastisch chirurg gegaan. En natuurlijk, je vertrouwt de plastisch chirurg. Maar ja, toentertijd eerlijk, ik heb zelf er ook niet genoeg onderzoek over gedaan, omdat er ook veel minder over bekend was. Na haar bijna doodervaring heeft Jamie besloten actie te ondernemen. Samen met het meldpunt klachten siliconen is een petitie gestart. Ze vindt dat het verwijderen van implantaten vergoed moet worden. In Nederland wordt het namelijk niet vergoed als je het eruit wil laten halen. En dat is natuurlijk best wel raar, want je betaalt ergens voor. Maar als je het er dan uit wil laten halen omdat je klachten hebt of je wil ze er sowieso uit laten halen, dan wordt dat niet vergoed. Ook vind ik dat er geattendeerd moet worden op de protheses die van de markt zijn gehaald. Maar vrouwen die geen klachten hebben, ze maken zelf de keuze om die operatie te doen. Ja. Is het dan eerlijk dat zij ook die vergoeding zouden moeten krijgen? Ik vind het iedereen. Je betaalt er ook voor. Dan vind ik ook dat als jij ze eruit wil laten halen, dan moet je ze eruit kunnen laten halen zonder daarvoor te hoeven te betalen. Ook heeft Jamie het platform Calm Your Tits opgezet. Om meer bewustzijn, awareness en support te creëren omtrent dit onderwerp voor de risico's en gevaren van borstprotheses. Maar ook voor vrouwen die niet weten dat ze de implantaten hebben, kunnen linken met symptomen die ze hebben. Bijna 80% van de vrouwen die de implantaten hebben, die weten dat niet. Dat het door de protheses komt. Kindje, oh, je bent zo'n lekker ding. Ja. Als je alles had terug kunnen draaien, had je dan borstimplantaten genomen? Als ik alles had terug kunnen draaien, ik had het nog steeds gedaan. Het is een moeilijke vraag. Natuurlijk is het een wijze vreselijke periode wat ik heb meegemaakt, aangezien ik bijna dood was geweest. Maar nee, ik zie het echt als een levensles. Ja.